Nog een keer? Yo mensen, welkom terug bij deze video. Deze nemen we trouwens meteen hierna op. En we gaan weer verder met Minecraft Pixelmon. En... Je zei het net hierna, maar ze weten niet wat ze met hierna bedoelen. Ja, dat merken ze vanzelf. Ze bedoelen met part 2. Ja, maar dat merken ze wel. Ze bedoelt hij. Dat we bezig zijn. We zijn nog steeds bezig met de zoektocht der voedsels. Ja, Ewout, ik vind het nog steeds stom dat we hier geen fucking varkens hebben die we gewoon kunnen afslachten. Moet je niet boos op de man, moet je boos op de mol. Hoezo, je kan gewoon niet op mij aanzetten. Dieren staan aan. Serieus? Ja. Kut Pixelmon. Verdomme. Ik heb een Elekid gevonden. Oh, ik wou... Nee, Elekid, waag het om tegen me te vechten. Goed zo. Ik ben bezig met bomen. Ik ben echt gigantisch ver weg gewandeld al. Ik sta gewoon vlak bij de... Weet dat, bij het Pokémon Center, dus je kan gewoon tp'en als je wou. Ja, maar ik ben niet zo van tp'en. Ik ben meer van het zoeken naar een plaats. Oh, nice! Jungle Temple. Wat? Voedsel? Jungle Temple. Oké, eens kijken of je voedsel tegen kan komen. Open op voedsel, Jasper. Mm-hmm. Als je positief bent, komt alles vanzelf. Het komt wel goed, denk ik. Zo, hier omhoog. Oké, maar ik vind dat kut, want ik verlies altijd veel meer helft dan dat ik ervoor terugkrijg in zo'n tempel. Jasper, pas op deze keer, hè? Ik heb gewoon alles omlaag gedaan. Oh, nu komt er weer zo'n leuk liedje. Nice, arrows. Auw! Hey, trouwens, zou de Ender Dragon ook aanstaan met Pixelmon? Wat? De Ender Dragon. Dit vind ik echt een anticlimax. Dan vind ik een kist en dan zit er alleen een rotte flesje in. Het is eten. Ja, ja. Oké, het was 17 rotte flesjes, dus ik heb er wel iets aan. Mhm. Het is gewoon vervelend, want ik had gehoopt dat ik echt goede loot had, weet je wel. Trouwens, ik heb even het 460 gemaakt. Voor het geval de inventories een beetje vol raken. Oh ja, is goed. Zo, nog even. Ik ga nog geen furnace maken, denk ik. Ik ga eventjes een hoe maken. Oh god, ik diefde bijna zo hard naar beneden. Oh, wacht, dat deed ik. Nevermind. Nee. Hé hey Jasper, als jij voedsel gaat zoeken, dan doe ik het hier rond het Pokémon. Ja, het gaat nogal moeilijk, want een of andere Minecraft modmaker heeft bedacht dat het veel intelligenter zou zijn om gewoon geen dieren te spannen. Mm-hmm. Jasper. Ja? In de Pokémon wereld waren er ook geen varkens. Ja, maar er waren er wel boerderijen waar je dingen kon jatten. Ja, maar dat was Pokémon's. Die dieren die daar waren, waren dan Pokémon. Ja, weet ik, maar kijk, toen had je een hele beschaafde wereld waar je kon zeggen van nee, ik heb eten nodig. En dan kwam er een brok aanlopen en die gaf jij dan eten. Dus jij vindt eigenlijk dat ze gewoon zo'n brok type moest doen? Ja, waar ik gratis eten kon krijgen, inderdaad. Oké, maar even kijken. Trouwens, als je toch bezig bent, wil je even kijken of je rode bessen kunt vinden? Sorry, ik zit ergens anders en ik denk niet dat ik je bessen ga vinden. Nee, daar kunnen we later gebruiken voor Pokémon's. Voor Pokéballen maken. Kijken. Dan ik heb eigenlijk wel een bucket nodig. Dus ga eventjes wat hakken. Oh god, ik raakte mijn eigen microfoon aan. Dat gaan mensen horen. Want dat hoor je echt de hele tijd. Oh god, nice, ik ben er. Yes, ik heb kool gevonden. Come at me, bro. Oh nice. Oh god, ga ik dit halen? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat dit gaat falen. Dus ik doe het wel even zo. Zo. Nu heeft Iron. Yep. Jasper, we hebben bijna een fulltime farm. Is dat niet leuk? Nee. Hoezo niet? Inderdaad niet leuk. Iron is stom, ja. Je weet toch wel dat ik dat nodig had om om water te verplaatsen. Mhm. En nu gaat hij alles ontkennen, let maar op. Nee, ja, inderdaad, ik ontken het. Ja, dat is echt typisch zo Jasper, echt zo van met zo'n shirtje van ik ontken alles. Mhm, dat is waar, ik ontken. Hey, hoe zou jij het vinden als bijvoorbeeld iemand je skin ging tekenen? Tekenen? Ja, je weet wel dat je mensen ziet met een speedartje op YouTube. Ja. Hoe vet zou het zijn als het met jouw skin ging gebeuren? Nou, ik weet niet, ik heb er geen probleem mee, maar ik zie mijn voordeel er niet in. Neem maar bijvoorbeeld, jouw skin is een piraat, hè? Ja, of een generaal, het ligt eraan wat het coolst is. Nou, gewoon jouw skin die dan aan zo'n piratenmast hangt. Of een piratenschipmast. En dat je dan de piraat bent van de zeven zeeën in Minecraft. Ah, daar zit wel wat in. Dat vind ik een goed idee. Dus hoe krijg ik dat? Een eigen piratenschip?
In de serverspouw mag jij het piratenschip hebben. Yes. Mhm. Ben je nu weer happy? Ja man, ik ben helemaal happy. Maar ik, nou eigenlijk niet, want ik zit in een cave. En ik heb niet het idee dat ik hier levend uit ga komen, persoonlijk. Nou, je gaat niet dood qua monsters, want ook de monsters spawnen hier niet. Ja, maar wel ook al staan monsters aan. Touché. Weet je, ik heb steeds de neiging om je weet wel waar je Pokémon mee kunt healen, hè? Dat ik mezelf daarmee wil healen. Kijk, een furnace heb ik nodig, dus ik maak even een furnace. Wat? Kan dat? Nee. Ja, kan wel, maar heb je eten nodig. Fucking cool. Wist je dat niet? Dat kan al sinds beta 1.8, dat kan zelfs in vanilla, maar... Ja, wel, maar Minecraft. Ik let niet echt op, want ik ben met heel belangrijks bezig. Hey, ik heb een appel. Om nam nam nam. Oh, fuck. Minecraft level. Oh, ik kan straks lekker veel brood maken. Zo. Oh my god, een Aaron. Oh nee, naar. 15 in row. Tower. Eigenlijk heb ik best wel level 16 nodig. Ik heb coal hoor, dus. Ja, ik heb ook coal. GG. Even kijken. Ik ben zo goed bezig. Oké, ik heb nu volgens mij bijna de farm klaar. Weet je, ik vind het waterig irritant. Ik zet een paar van die blokjes neer zo en dan kan ik er zo naar de overkant springen. Als het werkt, nee. Oké, maar nu moet ik nog even water vinden. Okay. Ik heb een veer gevonden. Geen idee waarom ik daar blij mee. Ik ben hartstikke blij mee. Veren zijn echt de meest geweldige dingen in Minecraft. Wat? Veren. Ja, hè? Kietelgevecht. Oh my god, de Caterpie! Nou ja, dat vind ik dan weer een beetje brody-achtig, maar... In theorie, ja. Oké, Caterpie. Denk goed na. Oh, kut! Fuck! Nou. Kut lava, ik schrok me dood. Mini-hartaanval. Ja. Oh, meer veren. Gaat lekker. Oké, ik moet die kant op lopen, sorry. Een Butterfree! Oh my god, een Butterfree. Ik ga maar even steen hakken, want ik zal straks alweer ergens omhoog moeten pillagen. Ik laat die Pokémon wel even staan voor deze keer. Een Eevee! Man, je vindt die wel de leukste Pokémon, zeg. Eevee level 11. Ik vind het zo zielig voor Eevee als ik hem moet doodmaken. Vind je ook niet? Ik heb nu ook strings gevonden. Ik vind dat je eens een keer wat zinnigs moet gaan doen. Zoals oors verzamelen. Ik ben bezig met een farm. Jasper, ik ben bezig met een wheat farm. Een Ditto level 45? Het is echt de eerste keer dat ik een Ditto tegenkom. Ik ga Ditto, blijf staan Ditto. Nou ja, laat maar. Ik ga gewoon afmaken waar ik mee bezig was. En ik kan niet meer rennen. Dus ik moet alles gewoon nu lopend doen, helaas. Zo. Even kijken. Hoe gaan wij dit doen? Dat wordt sowieso twee keer lopen. Zo. Hey, kom. Oké, nice. Oké, let the pillar jump begin. Zo. Oh my god, we hebben een farm, Jasper. Fucking episch. Ik ben aan het pillar jumpen, dat is veel cooler. Farm maken is leuker. Oké, en yes, we hebben een farm. En laat je gaan eten. Maak het hier nog zo. Aaron, ga van mijn ding af. Aaron, ga er vanaf. Ik vraag het nu nog, lief. Ga er vanaf. Oh nee, komt er zo'n Snorlax. Die Snorlax heeft mijn farm vertrapt. God damn it. Wat komt er dat Snorlax je haat, Ewout? Die komt hard aan. Nee, ja, hoor. Weet ik. Sorry, man. Je bent volgens mij echt heel gefocust om eten te verzamelen, hè? Ja, een soort van. Jasper, dat je hongerig bent in Minecraft betekent niet dat je dat in het echte leven bent. Maar ik ben het wel in het echte leven, dus ik ga straks chips eten. Serieus? Ja, ik wel. Gooi wel door het scherm heen, ik wil ook. Ik gooi wel tegen het scherm maar waarschijnlijk. Als je dat ook goed vindt. Ach ja. Oh, ik zie een snow biome. Kan je daar eten halen, denk je? Wel bessen en... Ja, wacht. In snow biomes heb je een mob, die kun je heel makkelijk verslaan. En dan krijg je eten van. Welke mob? Magikarp.
Moet nou echt iedereen afgeslacht worden om een beetje eten te krijgen? Hé, wat de fuck is dat voor willekeurig blok? Ik heb een fucking cool blok gevonden, ik ga het hakken. Alright. Zo. We hebben hem bijna. Nice! Ik heb een waterstone shard. Nou kunnen we waterstone van maken later. Dus dat is inderdaad nice. Ja, nou ja, ik... Good job, Jasper. Good job. Oh god, ik ben iets aan het aanvallen. Maar goed, dat... Kan ik mijn Pokémon eigenlijk ook Iron Armor geven? Nee. Oh. Kut spel. Nu is hij op... Nu heeft hij... Nu vindt hij de magie van Pixelmon helemaal niet meer leuk. Nee. Ik vind het gewoon gevaarlijk om hem... Hey, waarom heb ik nog steeds geen vis van gekregen van die fucking kut Pokémon's hier zo? Vecht je wel tegen een Magikarp? Misschien. Oh, ik zie een vis liggen! Ik zie een vis op de grond, ik ga erheen. Vis op het droge is dat. Nice, ik heb een vis. Oh, ik heb 3 vis. Nice. Kijk, wat is... Hoeveel is dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noem ik bij de 1, 2, 3, 4, 5. Hoeveel van die shards heb je eigenlijk nodig? Dat weet ik even niet zo, 1, 2, 3. Volgens mij wel een heleboel. Wat is dit nou weer onzin? Een heleboel. Jij zegt dat woord onzin wel heel vaak, hè? Ja, dat past een beetje bij ons kanaal, vind ik zo. Oeh, gekke shizzle. Even kijken, Volgens mij gaat deze Pokémon hier zo drinken als ik het zo zie. Nee, hij gaat niet drinken. Maar ik ga hem aanvallen. Nee, ik ga hem niet aanvallen. Wel, ik ga hem wel aanvallen. Ah ja! Jasper, maak nog maar een beurslessing. Ik heb hem aangevallen. En wij hebben een motherfucking farm. Nice. Zo. Alleen ik heb toortjes nodig. Want wheat wil, of seeds willen niet, wheat wil niet, Ik vind wheat wel dat het een beetje glitcht eigenlijk. Wat? Nou, gewoon dit zo. De mod is nog lang niet af, hè, dus er kunnen ook nieuwe bugs ontstaan. If you know what I mean. Oh, nice, mijn Pokémon is weer level up voor het eerst in zo lange tijd. Welk level? Weet ik niet, 9 of zo. 9? Ja, maar ik ben fucking cool, want ik heb fucking 2 water shards, oh mijn god. Ik heb mijn Charmander zit nu in level. Ja, nu komt het. 12. Ja, wat een kutspel is dit. Netjes, oké. Okay. Wees blij, want dan kunnen we ons meer verdedigen tegen de Pokémon. Dan kunnen we ook heel snel eten krijgen van die Pokémon. Ja, als we niet voor die tijd al lang zijn uitgestorven. Oh god, mee die Pokémon daar zo. Welke? Een magma volgens mij of zoiets, ik weet niet. Magma? Ja, die denk ik. Wat heeft het een rode naam om zich heen? Even kijken hoor. Ik zet er wel gewoon naartoe. Oké. Okay, hey, what the fuck, waarom valt hij me aan? Hij mag jou niet. Hij is level 50. Wat? Hij is level 50, die gast. Jasper, dan is het een boss. Als je die verslaat, dan krijg je heel wat. Dan krijg je heel veel stuff, inclusief weten. Oh, ik ga hem aanvallen. Jasper, jij doet volgens mij nu gewoon heel wat. Ah! Doe je tackle! Jij doet heel wat voor eten. Jij doet gewoon alles wat maar met eten te maken heeft nu zeker. Hey, gunpowder. Veren? Ik vind hier gewoon zomaar random stuff in mijn... Nee, maar, maar weet je wat ik ook denk? Nou? Voor deze episode, mensen, bedankt voor het kijken. Geef een like, deze video is me leuk, want mijn Pokémon is dood, maar dat maakt totaal niet uit. Hey, volgens mij is dat de plaats waar ik net was toen de episode begon, dus ga ik nu even heen rennen. En als dit het einde van de episode, mensen, bedankt voor het kijken. Geef een like, deze video is me leuk, want laat in de reactie achter welke Pokémon wij ontvangen. Laat in de reactie achter wat ik allemaal voor stoms heb gedaan, wat Ewart voor allemaal stoms nog moet gaan doen. Hey. En bij de volgende episode en later.